Goedemiddag, mijn naam is Freddy Jacobs, ik ben kunstschilder. Welkom op de eerste pop-up artfestival in Gent. De oorsprong van, deze pop-up ligt 5 jaar geleden in de Keldertse Rijhoven, waar we dus al een paar jaar exposeren met artiesten. En wat we gezegd hebben van, we zouden toch eigenlijk een keer moeten het wat doen dat wat groter is. Het probleem was natuurlijk een locatie. Nu door naar Rommelmarkten te gaan en antiekbeurzen ben ik hier terecht gekomen. En dan de weg gevonden eigenlijk naar de kerkraad, dat project voorgelegd en ze vonden het goed en we mochten het doen. En het resultaat zit hier vandaag. Dus 22 artiesten, 2 dagen, want het is een pop-up, verenigd met schilderijen en beelden in de Sint-Niklaaskerk. Morgen ook speciaal een dag. Naast een tentoonstelling komen we dan tot de essentie van kerk van kunstexperiment in Gent, die 5 jaar geleden ontstaan is. Dat is eigenlijk het schilderen op muziek. Dus morgen is er hier een concert door Les Misérables, onder leiding van grootmeester Michael Bervergny, winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd en 2 andere muzikanten, onder andere mijn vrouw. En zij gaan dus de 4 seizoenen spelen van 3 componisten. Dus eigenlijk krijgen de mensen 12 seizoenen, dus 3 jaar in een uurke tijd. En terzelfde tijd, terwijl dat de artiesten gaan musiceren, dus muziek gaan spelen, gaan er 3 kunstschilders schilderen. En de mensen kijken, de mensen beleven, de kunstenaars kijken, beleven en gaan dus onder invloed eigenlijk van de muziek voor een stukje hun composities maken op doek. Nodig ik u uit om even rond te gaan en te kijken naar wat er staat, want er is heel wat te ontdekken. Dank u wel.